Mats Zeuntjes voelt zich goed en dat komt vooral door afgelopen weekend. Hij stond in de basis tegen Vitesse en deed dat zeer behoorlijk. En dat heeft zijn zoon Enzo ook gezien. Mijn zoontje is nu 5, zeg maar, dus die krijgt ook wel wat dingetjes mee nu. En die vraagt er ook naar, dus na zo'n wedstrijd is het wel lekker thuiskomen, ja. En wat zeg je dan tegen Enzo? Ja, hij was aan het slapen. Dus dan maak ik hem wel even snel wakker. En toen zei hij van, hey pap, je hebt gewonnen met 2-1. Dus dat is wel mooi. En dan zeg ik, ga maar lekker slapen. Zeuntjes wipt de bal wel over Pasveer heen. Maar daar staat nog Mietzga. Als je kijkt die wedstrijden tegen PSV en ADO Den Haag, zat je op de bank. Wat doet dat met jou? Ja, geen enkele speler wil dat natuurlijk. En ik denk dat ik in de voorbereiding heel goed van start ben gegaan. Ja, daarna een bepaalde terugval heb gekregen. En dat ging wel even aan me knagen, zeg maar. Mm-hmm. Dus daar had ik wel moeite mee. Zoontjes nu dus voor Venovic. Als ik niet speel, dan ligt het gewoon aan mezelf, vind ik. En ja, een beetje terugval hoort daar niet bij. En dat kan ook niet, want er zijn er andere jongens die ook genoeg kwaliteit hebben. Dus ik zal gewoon elke dag moeten presteren. En als je dan kritisch naar jezelf kijkt, waar lag het dan aan? Of waar ligt het aan? Ja, dat ik toch wel een beetje te gemakzuchtig werd. Een paar goede wedstrijden gespeeld in de voorbereiding. En dan denk ik, ik doe het wat rustiger aan, zeg maar. En dat is niet de bedoeling. Zoetjes. Ja, met wat moeite. Maar het lukt hem uiteindelijk dan toch. Via Gunnen en de onderkant van de lat. Wie weet jou ook te raken, zodat jij weer 110% geeft? Wat moet er dan gebeuren bij jou? Moet ik eerlijk zijn? Ja. Mevrouw. Ja, als ik thuis kom, dan weet ik wel of ik de wind van voren krijg, zeg maar, of niet. Dus zij weet mij wel altijd om de juiste manier motivatie in te spreken. Ze weet gewoon wat ze moet zeggen, dat ik zeg maar niks meer terug kan zeggen. Zeg maar. Ja, je hebt gewoon gelijk. Dus ja. Zoontjes is bezig aan zijn tweede seizoen bij AZ. En de stap van Jupiler League naar subtop eredivisie heeft hij vrij gemakkelijk gemaakt. Ja, ik had wel gewoon het vertrouwen in mezelf. Dat ik hier ook gewoon met betere spelers omheen nog beter tot mijn recht zou komen, zeg maar. Alleen dat doelpunt, Mats. Ja, klopt. Waar blijft hij? Ja, waar blijft hij? Tegen Vitesse was ik dichtbij met de afstandsschot. En vorig jaar speelde ik iets meer controlerende middenvelder, zeg maar. Dus was het al iets moeilijker, zeg maar. Maar middenvelder bij AZ, die moet natuurlijk wel doelpunten maken. En dan is deze uithaal prachtig, hoor. Goed gedaan, Pasveer. Mooi schot van Zeuntjens. Zijn eerste officiële doelpunt zit er dus hopelijk snel aan te komen. Wellicht volgende week zondag tegen NAC, de club die hij goed kent. Ja, het is toch waar mijn carrière is begonnen. Kind van Breda. Dus ik kijk er heel erg naar uit om tegen NAC te spelen. Het is eerst thuis. Maar ik vind het ook hartstikke leuk om nu naar het Radflexstadion te gaan, zeg maar. Daar kan ik ook niet op wachten, als ik eerlijk ben.